Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door OBC Team, Worldwide Onboard Couriers Network. We fly for you, anytime, anywhere. Dames en heren, welkom bij de wedstrijd tussen Content Almere en Duinwijk. En deze wedstrijd gaat tussen Erik Pang en Jordi Hilbink. Jawel, de twee grootmachten in de Carlton Eredivisie op dit moment. Dus het wordt een spectaculair duel. Dit wordt de wedstrijd van het jaar. In ieder geval qua niveau, want heel veel mensen zullen hier naar uitgekeken hebben. Ongeveer 200 man hier in het... in de sporthal van Almere. En ze zien hier hoe Erik Pang en Jordi Hilbink eens even een mooie pot badminton gaan laten zien. En wat wordt het een mooie pot. Dat mag ook wel. Erik Pang natuurlijk een hele grote speler in de badminton. Nou, waarschijnlijk kijkt u als badmintonliefhebber. Dus ja, dan trap ik alleen maar open deuren in. Maar het is een prachtig duel. En ook wel misschien qua types. Gewoon dat ze Erik Pang hier Jordi Hilbink verschalkt met een smash. Maar het is de explosieve Jordi Hilbink van Duinwijk. Ja, tegen de wat ingetogener speler. Erik Pang, dat gaan we zo meteen ook zien in de wedstrijd. Maar daar komen we zo meteen nog wel op terug. Hier een foutje van Jordi Hilbink. En daardoor loopt Erik Pang uit in deze eerste game. Hier bij een stand van 18 tegen 15. In de fase waarin Jordi Hilbink het wat beter deed. Maar deze shuttle gaat uit. Dat was duidelijk buiten de lijnen. Dus ja, dan zit je in de goede fase, maar dan loopt Erik Pang toch uit. Ja, en dat is dan het verschil, hè. Terwijl we hier aan het einde gaan van de eerste game. Kan Jordi Hilbink het dan nog spannend gaan maken? Want het is gamepunt. Dit is mooi gedaan. Dit is zeker mooi gedaan. En kijk die ontlading dan ook even. En terecht natuurlijk. Ja, dit was mooi gepareerd daar van Jordi Hilbink. En nu bij stand van 20 tegen 18. En oh, wat een prachtig punt. Van Erik Pang zeg. Ik dacht even dat hij naar Jordi Hilbink toch zou gaan. Maar de klasse van Erik Pang. Die wordt daar getoond. Ja, Erik Pang die was even in Nederland de lijstaanvoerder. Van de ranking in het badminton. Maar verloren de afgelopen weken wat plaatsen. Maar als je hem hier ziet spelen, dan is het toch wel fantastisch hoor. Kijk, wat een energie. Jordi Hilbink kon hem daar nog pakken. En ja, daar moet hij zijn snoekduik bekopen met een wat minder scherpe slag. Ja, dit is fantastisch om te zien natuurlijk. En we gaan door. Ze dagen elkaar goed uit. En het voetenspel ook van deze mannen. Voetenwerk, dat is indrukwekkend. Ja. Je laat Erik Pang het lopen. Je zou er niet meer bij kunnen. Ja, dit niveau is heel prettig om naar te kijken. Constant uitdagen. Het draait dan ook een beetje om uithoudingsvermogen, want wie kan dit niveau lang volhouden? Maar door. Een ijzersterke conditie hebben, maar de foutjes zijn toch wat meer bij Jordi Hilbink aanwezig. Ja, het stond net 13-10 voor Erik Pang. Maar die maakte drie servicefouten. Niet interessant om naar te kijken, dus die laten we lekker uit de samenvatting. Maar dat geeft Jordi Hilbink weer hoop. Zijn die servicebeurten dan cruciaal voor de wedstrijd? Of in ieder geval voor de tweede game, dat is de vraag. Tot nu toe lijkt het er wel op. Want kijk eens naar de stand. 17 tegen 19. In het voordeel dus van Duinwijk.
En zo waren dat toch dure servicepunten hoor. En deze die gaat in. En dat betekent dat Duinwijk de tweede game pakt. En zo was er wel iets wat gehoopt was. Want we wilden heel graag een derde game. Gewoon lekker dat we even door mogen gaan. Kijk eens, het niveau gaat steeds meer omhoog hoor. De rallies worden langer, de smashes worden intensiever. Nog meer de nadruk op het voetenwerk. Oh, kijk, ja. Jody Hulming, die dacht dat hij nog in zou gaan, de shuttle. Daarom sloeg hij hem nog. Ja, die was toch ruim over de lijn heen gegaan. Maar voor de score maakt het niet uit. Want hij staat ruim op voorsprong, Hulming. En gaat hij door? Kan hij Erik Pang op de knie leggen? Hier wel. En kijk die ontlading. En dit was een mooi punt hoor. Kort gespeeld over het net. Ja, en zo lijkt Duinwijk de wedstrijd te gaan winnen. Hier bij een stand van 10 tegen 15. Dat is een flinke voorsprong. Zeker op dit niveau. Je ga je niet zomaar snel inlopen. Zou je denken. Of kan Erik Pang nog voor een verrassing zorgen? Hij begint in ieder geval aan zijn opmars. En ik vind de fans op de tribune niet leuk hoor. En terecht. Ja, weer een foutje van Erik Pang. Gebeurt niet al te vaak. Dat zijn hele dure punten hoor. Bij een stand van 12 tegen 18. Nu zijn we 2 punten verder. Allebei gewonnen door Pang. Dan is het gat nog maar 4. Het begint interessant te worden. En ook deze gaat uit van Jordi Hulming. En zo wordt het gat steeds kleiner hoor. Kijk eens hier, het is al 16 tegen 18. Wat gaat hier gebeuren? En ook deze is weer uit hoor. Jordi Hulming een fase met heel veel fouten. En gewoon onnodige fouten. En zo staat het opeens gelijk. Erik Pang, waar is hij mee bezig? Terwijl het publiek zijn adem inhoudt. Hij is kort over net gespeeld en daar een smash. En weer die blijdschap daar bij de explosieve Jordi Hulming. Ik zei het in het begin al. Als die man blij is, dan is hij heel blij. Maar kan hij die blijdschap ook gaan omzetten in energie nog? 2 puntjes is hij verwijderd van de overwinning. Natuurlijk geen verrassing als hij zou winnen, maar knap zou het wel zijn om Erik Pang te verslaan. Maar laat Almere zich dat gebeuren. Nou, tot nu toe niet hoor. Hele harde smash. En dan gaat Jordi Hulming even door de knietjes. In figuurlijke zin. Natuurlijk ook letterlijk, want dat doet het ook. Maar dit is een symbolisch moment misschien wel. Gaat dit een narrow escape worden voor Erik Pang? En wat is het spannend. Deze gaat uit. En zo is het matchpoint voor Content Almere. Voor Erik Pang. Ziet ook ploegmaat Manon Siebald. De laatste aanmoedigingen. Ze gaat ervoor staan. De laatste woorden. Gaan die helpen voor Erik Pang. En deze, oh, dit is heel slordig gespeeld. En zo wint Erik Pang van Jordi Hulming in 3 games. En wat een wedstrijd. Publiek helemaal uitzinnig. En terecht. Erik Pang met zijn narrow escape. In 3 games wint hij dus van Jordi Hulming.